Erik ten Hag werd de komende week met een uitgedunde selectie bij Ajax Elf A-spelers zijn opgeroepen voor hun nationale ploeg. De spelers wel in Amsterdam zijn gebleven trainen de komende dagen hard om daarna een paar dagen vrij te krijgen. Ik denk dat het ook typerend is voor een topclub als Ajax, dat heel veel spelers worden uitgenodigd bij de nationale ploegen, zegt ten Hag op Ajax TV. Dat zijn prima ervaringen voor spelers, daar doen ze ervaringen op, ze weer terugnemen naar de club. Ten Hag heeft zijn trainingen enigszins aangepast. Het is een balans zoeken tussen inspanning en ontspanning. De eerste paar dagen staan in het teken van inspanning en gas geven. Daarna geven we ze een aantal dagen vrij zodat ze de energie kunnen vinden voor de laatste wedstrijden van het seizoen om nog een keer alles te geven. Dat zal ook nodig zijn om alle wedstrijden te winnen. Voor Casper Dolberg, hersteld van een voetblessure, zijn vrije dagen er niet bij. Hij heeft de afgelopen periode meer buiten getraind en dat gaan we intensiveren, aldus ten Hag. De komende dagen zal hij hier doortrainen, hopelijk kan hij redelijk snel aansluiten. Wanneer dat precies zal zijn, kan ik op dit moment niet zeggen.